voor iedereen die is opgegroeid met Ernst Bob in de rest. Dat is nu de sfeer die hier hangt. Schoon. Dat doen ze. Ik lach gedaan. Dus ik speel Rose. Ik heb geen Jack. Maakt niet uit. Welkom to London, baby. Dat is nu de sfeer die hier hangt. Schoon als nooit tevoren. Schoon dat alles blinkt in de zon. We maken schoon, schoon. Laat iedereen het horen. Dat het echt niet schoner kon. No, nee, omdat het echt niet schoner kon. Nee, 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 nee. Wat heeft uitgelegd wie het beeld wil? Dat dit een sluis is. Ja, oké, het is een sluis. Toch, het is een sluis, hè? Ja. Maar dit is om hoogwater tegen te gaan. Als dit te gek wordt, zeg maar, dan gooien ze het een beetje dicht, zodat het... Ja, ik denk dat het hier niet kan overstromen gewoon. Dat kan ik op zichzelf ook wel uitleggen. Dit, en we hebben nu de hele bak voor onszelf, is de setting voor een Titanic moment. Dus ik speel Rose. Ik heb geen Jack. Maakt niet uit. Ik heb nog geen Jack regelen. Ja. Daar. Ja, dan. Ik zeg, ga er lekker voor zitten, popcorn bij. En... lekker Titanic kijken. Heb je hem zo? Oh. Dat doen ze expres. Nee, dat doen we nooit expres. Stefan heeft wat wist je datjes. Wist je dat de Markham het oudste schip van de marine is uit 1985? Nee, dat wist ik niet. Wist je dat er nog ruim tienduizenden... Nee, wacht, die moet ik even... Ja. Wist je dat er nog tienduizenden explosieven in de Noordzee liggen? Dat wist ik niet. Wist je dat de mijnendienst 24/7 paraat staat om uit te rukken als er een explosief opgeruimd moet worden? Nee, wist ik ook niet. Auw, jongen! Kijk. Wist je dat het pijn deed? Nee, wist ik niet. Stefan, ik moet dat vertellen voor de camera. Het gaat gebeuren. What's up? We zijn een heel serieus gesprek aan het voeren met Jasper over waarom die houten bakken daar... Houten of beton? Wel. Sorry? Het zijn betonnen bakken. Oké, maar nu even serieus weer. Die bruine betonnen blokken? Ja. Wat is dat? In de oorlog kwamen de Duitsers vanaf Nederland naar Londen om Londen te bombarderen. Toen hebben de Engelsen die grote forten hier voor het water gezet. Zodat als ze over zee kwamen, dat ze al voordat ze aan land bij land kwamen al uit de lucht geschoten konden worden. Maar gingen die letterlijk in die bruine bakken staan en dan naar boven schieten? Ja, ja, ja? Er stonden gewoon grote kanonnen bovenop. Op elke paaltje stond een kanon op. En die schoten omhoog. Ja. Ja. En ze zaten met 150 tot 300 man, zag ik net, zaten ze aan boord. Ze poepen daar, eten daar. Slapen daar, ja. En destijds alleen nog maar met mannen. Zaten ze op elkaars lip. Ja, ja. 300 man in die torentjes. Ja. Okay, ik heb heel wat geleerd. Ja, ik wist dat het zijn opleiding waren. Dat zijn de adelborsten. En uiteindelijk zijn ze straks in één keer officier. En hebben ze dus ook zo'n galon. En dan staan ze dus in één keer heel hoog ook. Maar nu zitten ze nog in opleiding en moeten ze het nog verdienen. Maar daar ga ik haar zo even meer over vragen. Maar wat was mijn punt? Oh ja, dat je dus merkt dat de commandant zei deze drie nog heel erg dingen leren en aansturen en tips geven en zo. Ik ben nu officier van de wacht, dus ik heb de leiding. En ik moet de rest aansturen inderdaad. En zij zitten nu in een ondersteunende rol naar mij. Oké, dus volgende keer als zij het zijn, dan wordt er meer op hun gelet. Ja. Vind je dit leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Het is wel een sport altijd. Het is wel spannend. Oké, nu zijn we op weg naar de commandant. We gaan sluizen. Dus zij gaan eerst met z'n tweeën. En daarna gaan wij. Oeh, dat is wel echt krap. Ik snap dat we niet met z'n vieren komen. Ik ben hier bij de commandant van het schip. Is dit ook zeg maar een soort van uw schip dan? Dat u altijd met de Markham vaart? Ja, ik heb het commando van de Markham. Dus dat is nu voor 3 jaar mijn schip. En we gaan nu naar Vlissingen varen en dan gaan we mijnen opsporen. En
ja, laten ontploffen? Ja, zeker. We gaan mijnen opsporen, of niet vooral vliegtuigbommen. En die gaan we opblazen. Ik heb geen idee hoe dat eruit gaat zien. Nou ja, het opblazen van de mijn of de bom, dat is eigenlijk het opruimen. Daar blijft niks van over. Nee? De springstof die blaast op. Ja. En de metaalfragmenten zijn zo klein, die verwaaieren en die blijven achter. Dat is onmogelijk om die te gaan, om die nog te gaan vinden. Er blijft niks van over. En krijgen we dat heel erg te zien, die explosie die afgaat? Nou, als het goed is wel. Als het een goede detonatie is onder water en de waterdiepte is niet te groot, dan kan je een mooie schokgolf zien. En als we een beetje geluk hebben, een hele mooie hoge waterzeil. En dan weten we echt dat de bom of de mijn is vernietigd. En er liggen iets van 10.000 mijnen in de Noordzee. Zeg ik dat goed? Ja, er liggen nog enkele tienduizenden explosieven. Het kunnen vliegtuigbommen zijn, grotendeels. Ook dieptebommen, torpedo's, oude mijnen, invloedsmijnen, geveegde contactmijnen. En dat is eigenlijk alles wat is overgebleven van de Eerste, maar veelal de Tweede Wereldoorlog. En die zijn destijds niet opgeruimd, omdat men dat, ze hadden geen capaciteit voor. En het werd niet belangrijk gevonden. En dit is eigenlijk voor ons de optimale manier om op te werken, omdat er echte explosieven liggen, ja, die we echt wel kunnen gaan zoeken en echt kunnen opblazen. Dus er is geen betere nabootsing dan dit. Jullie vinden het leuk oefenen? Absoluut, absoluut. Ja. Het mooiste wat er is. Ik zal heel veel een update geven, het is nu een uurtje later. We hebben hier nu lekker gegeten. Ja, sorry, maar dit was echt heel vies. Dit is een soort van uit Frankrijk, een mint. Limonade, iets of zo. Maar goed, dat is nog iets strak voor mijn verhaal nu. Het eten was mega lekker, macaroni. Ik heb met de commandant gezeten en twee aderborsten. En we hebben geleerd dat je etiketregels hebt. Dus er wordt bepaald, ja, zo is het gewoon, hoe je boterham eet als officier. Dus dat moet met mes en vork. Dus de etiketten heb ik te bespreken. Dat je langzaam moet eten als je een langzame eter hebt. En dat je een beetje met z'n allen gelijk eindigt, zeg maar. Je wordt dan weer gedekt voor avondeten, hè? Ze eten altijd 's middags warm en nu worden de broodjes denk ik weer erbij gepakt voor vanavond. Kijk, dit is echt heel leuk. Jasper is onze defensiefotograaf. Hij tekent van tevoren hoe hij het wil hebben. Dat is echt zo cool, kijk. Ik heb echt een ochtendgezicht.